Dit zijn nu echt mijn favoriete paletjes. Want kunnen we het heel even hebben over BH's? Oh, ik wil het niet eens laten zien, maar het is zo erg. Want ik ben zo excited! Oh my god! Hallo jongens en welkom terug bij weer een nieuwe video. Ik ben net klaar met filmen van deze video hier. Ik heb twee verschillende ooglooks op. Dat heb ik echt nog nooit eerder gedaan. Het is vandaag dinsdag. Het is ook al bijna dinsdagavond. Het is 17:15. Alex komt zo thuis en dan gaan we lekker pastaatje eten. En vandaag stond in het teken van filmen, maar ik heb ook heel veel problemen gehad met het licht. Ik heb een nieuwe ringlamp, wat trouwens echt super tof is, maar één softbox van mij is dus kapot gegaan. En het regende de hele dag, dus het was zo donker en geel en ik snapte er niks van. Dus ik was echt meer dan een uur mee bezig om het te fixen en uiteindelijk ziet het er zo uit, misschien voor iemand die het boeiend vindt. Ik zit dus hier en dit is mijn nieuwe ringlamp. Daarachter zie je een klein puntje. Daar heb ik gewoon letterlijk een lamp uit de woonkamer neergezet. En dan heb ik hier naast mij nog een softbox. Maar dus normaal gesproken had ik daar en daar een softbox en geen ringlamp. En daar is mijn megabord pasta, spaghetti, spinazie, vegaspek, rode ui, sojaroom en groene pesto. Schat, je maakt zoveel geluiden. En daarbovenop doe ik nog deze tomaatjes. Zoals ik al de vorige weekvlog zei, zijn we bezig in het huis met opruimen en spullen weg te doen, zodat we weer wat ruimte creëren. En deze week is dus badkamer en de keuken aan de beurt. En ik ga vandaag beginnen met de badkamer. Alex is trouwens even weg naar zijn vriend. En in de badkamer heb ik voornamelijk mijn spullen liggen en de keuken gaan we wel samen doen. Maar goed, ik ga beginnen met de badkamer. We hebben hier twee manden met van alles en nog wat. Dus die ga ik eerst even uitzoeken. Gisteren vulde de camera uit. Vandaag is het woensdag. En vandaag heb ik, om precies te zijn, helemaal niks gedaan. Dus ik ga nu sporten, boodschappen doen, pakketje op de post. Dat soort dingen. Trouwens, ik heb dus een sportschooljas. Dat komt omdat ik bij sportschool douche ik niet. En dan ga ik zo naar huis. Ja, ik heb zo'n gevoel dat je jas heel erg kan gaan stinken. Als je zo bezweet en dat zo in je jas springt. Dus ik heb een sportschool vest en een sportschool jas. En dat trek ik dus aan als ik naar de sportschool ga. En ik zat zo mijn capuchon op te doen. En toen bedacht ik me ineens dat Alex hier echt een hekel aan heeft. Als ik met een capuchon op straat loop. Zo. Nou, helemaal niks mis mee hoor. Hey. Nee, maar ik doe hem wel even af, want het regent niet eens. Maar als het regent en als het heel koud is, dan doe ik dat wel. Dan boeit het me echt niet. Maar goed, dit is mijn outfit of today. Oh, trouwens. Ik zie het hier liggen. Ik heb het vanochtend al eventjes aangepast, want ik kon niet wachten. Ik heb nieuwe items van Chiquelle. En kijk, deze heerlijke printjes. Ik zal jullie later laten zien wat ik allemaal heb. Maar dan is het alvast een sneak peek. Oh, jongens. De slechtste vlogger award mag naar mij gaan deze week. Ik heb het gevoel dat ik echt helemaal niks aan het filmen ben. Dus, daar ben ik. Het is donderdagmiddag. Het is 1:15. Ik ga zo de deur uit. En jongens, wat vinden jullie van mijn make-up look vandaag? Ik had laatst één roze oog en één oranje oog. En ik heb dus nu, zeg maar, beide ogen roze gemaakt. En I love it! Ik vind het zo leuk! Maar goed, ik ga zo de deur uit. Sowieso is het even goed om naar buiten te gaan. Ik werk natuurlijk thuis en ik merk echt aan alles dat ik op zo'n thuiswerkdag sowieso echt verplicht naar buiten moet. Voor wat dan ook. Om gewoon even buiten lucht te happen.
Maar ik heb ook nog een afspraak buiten de deur, dus ik ga lekker wandelen. Ik heb vandaag weer mijn laserafspraak voor mijn nek en mijn oksels. Dit is mijn vierde behandeling. Dus ik ga jullie zo meteen even laten zien hoe mijn nek eruit ziet. Want dan kunnen andere mensen het wat beter filmen, waardoor het ook even chill zichtbaar is. Ik moet zeggen, ik heb er een heel klein beetje hekel aan als mijn nek gelaserd wordt. Ik word er wel steeds beter in. Ik heb gewoon een hele lage pijngrens. En hoe dichter bij je hoofd je komt, hoe meer pijn het doet. Nou ja, dit is natuurlijk bijna op je hoofd. Dus dat doet gewoon een beetje pijn. Mijn oksels voel ik echt totaal niet. Dat vind ik echt gewoon mega chill. Maar mijn nek, oh, dat doet echt pijn. Verder staat er vandaag op de planning om... Oh, ik wil het niet eens laten zien, maar het is zo erg. Oei, oei, oei. Maar ja, ik ga het even laten zien. Om dit op te ruimen, zoals je ziet, is dat echt heel erg nodig. Daar ligt mijn kapotte lamp. Echt, oh, fantastisch. Dus ja, dit moet opgeruimd en de witte kast ook. Ik moet zeggen, we hebben nu door het hele huis ongelooflijk veel spullen liggen. Dat komt omdat ik heel veel spullen wil gaan verkopen. En nu wordt het zo opgeslagen. Dus dat werkt natuurlijk niet mega chill. Want ik ga pas eind maart dingen verkopen. Dus dat duurt nog even. Want dan ga ik op de markt staan. En daar heb ik stiekem heel erg veel zin in. Oké, we gaan weer eerst even mijn nek bekijken en dan gaan we het ook even bijscheren. Ik kan natuurlijk niet zo goed mijn nek laten zien, maar misschien wil jij dat zo even doen. Dus na 3 keer behandelen, wanneer het nu zo uitgegroeid is, dus dat wordt onze 4e keer. En wij gaan weer eerst alles hier opscheren en dan gaan we het weer leveren, toch? Ja. Wat wij hier eigenlijk nu bekijken van... Waar we de lijn hebben? Of? Ja, we gaan nu even kijken tot hoe ver het nu doorgroeit, zeg maar. Ja. En zo gaan we elke keer even het verschil bekijken. Ja, klopt. Dus behandeling voor behandeling. Ik ben alweer... Wil je ook graag in de vlog? Is dat een ja? Ik ben alweer eventjes thuis. En ik ben dus bij City Laser Company in Groningen geweest. Voor mijn nek en mijn oksels. Dat was de 4e keer vandaag. Dus dat was super chill. Het gaat ook echt snel. Dus dat. Maar goed, vandaag staat in het teken van de kast opruimen die ik eerder vandaag had laten zien. Dus dat gaan we zo meteen doen. En ik heb al mijn dingen die ik graag wil verkopen. Dat ga ik dus aan het einde van de volgende maand doen. Die heb ik allemaal in één hoek geschoven, zodat het niet meer door het hele huis ligt. Dus dat gaat daar nog een maand blijven staan. Dat is wel heel erg jammer. En dat is dit allemaal. Jeetje, het is echt heel erg veel. En nu gaan we dus dit opruimen. En wat hebben we hier voornamelijk? Dat is gewoon keukenspullen hier. Oh, het is ook echt een troepje. Dat is 1 la. Dan hebben we nog deze la. Hier hebben we wat handdoeken, maar ook paraplu's. En dit soort dingen. Ja, heel veel kauwgom ook. Dit is dan wel een hele makkelijke la. Moet alleen even netjes gemaakt met pannen. Oh, en dit ook. Het is vandaag vrijdag. Wow, ik heb licht aangezet en je ziet niks. Zo. Ik heb dus van die onderoogmaskertjes opgedaan. Ik doe dat echt nooit. Maar tijdens het opruimen had ik het ineens gevonden. En ik dacht, ik ga het weer gebruiken. Vandaag leek me echt een ideale dag om dat uit de kast te halen. Want vandaag heb ik echt wallen. Dus dat ben ik aan het doen. Ik twijfelde of ik hem zeg maar andersom moest opdoen. Maar geen idee. Ik heb het gewoon zo gedaan. Goed, ik zal jullie even de kast laten zien. Oh, de kast ziet er hartstikke mooi uit en er ligt niet meer zo heel veel op de grond, nog wel wat. Maar dat wordt nog opgeruimd, hier ben ik zo blij mee. De tafel, daar ben ik nog niet blij mee, maar dat komt morgen wel of zo, of anders vanavond. Vandaag, zometeen, ga ik dus naar kantoor en dan ga ik daar lekker aan het werk. Dus dan word ik ook niet afgeleid door de troep hier. Het voelt echt een beetje alsof we in een soort verbouwing zitten. Vooral met al die koffers natuurlijk. Ik dacht, ik laat jullie even zien welke ik heb gebruikt.
dat is deze. Ik heb hem gevonden. Ik heb ook deze. Maar deze is volgens mij voor de nacht. Oké, make-upie is het erop. Voor mijn gevoel waren die oogpads best wel chill. Het is niet dat ik echt verschil kon zien, maar ik kon het wel voelen. En op zo'n moment vind ik dat wel echt belangrijker. Want je voelt gewoon dat je ogen dicht zitten. Ik dacht, ik laat jullie even mijn outfit zien. Precies hetzelfde wat ik gisteren ook aan had. En dit is trouwens ook meteen het eerste item van wat ik van Chiquelle heb gekregen. De andere drie items, die zal ik nog even laten zien morgen of zo. Maar dit is in ieder geval als allereerste zo'n topje met een lage rug ook. En vandaag heb ik hem best wel een hoog hemdje aan. Maar gisteren zag je dus dat hemdje aan de achterkant niet. Dus het ligt eraan, ja, hoe hoog je hemdje is. Of je hem ziet, ja of nee. En dan heb ik deze broek aan van Come Get Fashion. Deze heb ik trouwens even bijgeknipt. En ik denk dat ik hem iets te kort heb geknipt. Nou, eigenlijk is die precies goed. Dus ja, dat is mijn outfit. Precies hetzelfde als gisteren. Oké. Ik was dus helemaal vergeten om de kleding nog te laten zien. Dus dat doe ik nu even. Als eerste heb ik nog dit rokje. Nou ja, als eerste zag je natuurlijk dat witte topje. En dan nu dit rokje met bloemen. Deze heb ik ook in maat S. Ik vind het alleen jammer dat ik geen XS heb genomen. Want het zit super losjes. Ik heb nu natuurlijk een ander topje en nog een hemdje aan. Dus het valt allemaal niet echt op. Maar toen ik hem echt aan had zonder een topje, toen zag hij gewoon een beetje weg. Dus ik weet niet of ik deze ga houden, gezien hij voor mij toch echt aan de losse kant is. Maar aan de andere kant, het is misschien ook wel chill in de zomer dat het niet zo strak zit allemaal. Dus ik, dit is nog even een twijfelgevalletje voor mij. Maar voor de rest vind ik hem heel erg leuk. Alleen het zou gewoon top zijn als die hier goed zat. Oké, mijn favoriet is absoluut dit jurkje. Helemaal mijn ding. Met zo'n superleuke bloemenprintje hou ik heel erg van. En zoals je ziet, het bestaat uit twee lagen. Je hebt een onderrok en wat erboven komt. En dat is een beetje van dat doorzichtige stof zoals je ziet hier ook bij de mouwen. Een V-halsje, je hebt een riempje. Ik heb hem even aan de achterkant gestrikt. Ik weet niet of je de achterkant ook goed kan zien. Zo ziet het eruit. Ja, ik vind deze echt heel erg leuk. Super blij met deze. Nou, trouwens, ik denk dat de topje mijn favoriet is. Ik vind hem zo super cute. Hij is ook met zo'n bloemetjesprint. En ziet er echt gewoon heel erg leuk uit met die franjes hier. En hij is lekker cropped. Ik heb hem trouwens in maat 38. En daar ben ik ook heel blij mee, want het is zo'n stofje die niet rekt. En ik vind het altijd moeilijk om strakke topjes aan te trekken die dus niet meerekken. Dus daarom heb ik ook altijd de maat groter. Maar dat kan prima. Deze zou je trouwens ook zonder BH kunnen dragen. Want je hebt hier heel veel franjes. Dus je zou er niks doorheen zien. Ik heb er nu wel een BH onder. Maar ik dacht dat je dat zou kunnen zien. Maar je ziet het niet. Wacht, ik moet even beter draaien. Nou, dat lukt niet. Wacht, ik doe het even zo. Zo ziet je eruit. En dit is die van de achterkant. Je ziet die BH niet, hè? Nee. Oh, dat is wel chill. Oh, jawel, hier wel. Maar dan zou ik hier waarschijnlijk een BH dragen zonder bandjes. Zodat je dat in ieder geval niet kan zien. Oh, dat is top. Ik vind deze zo leuk. Ah! Dat vind ik echt heel erg leuk. Ik heb trouwens ook een kortingscode voor Chiquelle. Die zal ik even in de beschrijving zetten. Samen met alle linkjes van de items die ik heb laten zien. En nu gaan we door met de weekvlog. Ik ben me aan het klaarmaken voor een feestje. Jawel, jawel jongens. Deze Moeke gaat naar een feestje vanavond. En ik wil even wat make-up producten laten zien die ik nieuw heb. En die wil ik dus heel graag uitproberen. En ik dacht, oh, is misschien wel handig als ik het met goed licht ga doen. En dan zien jullie ook meteen hoe dat is. Dus dit is zonder verlichting. Oké, en dit is dus met verlichting. Oh my god, ik heb echt het idee dat je elke pori van mij kan zien. Maar wacht, ik vind hem heel erg fel. En ik geloof dat ik hem kan aanpassen. Wacht, waar zit het? Ik kan hem dus wat minder fel maken.
Maar ook uber fel. Oh my god. En ook wat geler. En wat lichter. Ja, ik ben tot nu toe best wel blij. Ik doe hem even iets donkerder, want anders word ik echt verblind. Zo. Oké, ik zal jullie even laten zien wat ik heb. Want ik ben zo excited. Oh my god. Voor degenen die het gemist hebben. Julia voorbij, mijn vriendinnetje, heeft dus een eigen make-up palet uitgebracht. En ik ben zo trots. Ik ben zo blij. Ik vind het echt fantastisch geweldig. De verpakking vind ik echt amazing. Ik zal even haar webshop linken in de beschrijving. Want de website ziet er ook super mooi uit. Echt, I love it. En dit is hoe het eruit ziet. Het heet Busy Babe. Maar dat is het paletje. En dit is het moment, jongens, hoe het van de binnenkant eruit ziet. Ik heb hem al stiekem een keer gezien toen ik bij haar was. Maar echt heel erg mooi. Het is dus echt een gezichtspaletje. En dit paletje, dat is echt precies hoe ik Julia voor me zie eigenlijk. Busy Babe. Want je kan dus alle kleurtjes gebruiken op je gezicht. Maar dus ook op je ogen. En dat vind ik wel echt super chill. Dus je kan met één paletje kan je al best wel veel kant mee op. En niet alle gezichtsproducten mag je ook op je ogen gebruiken. Dat is natuurlijk wel belangrijk om te vermelden. Maar ik vind het gewoon echt heel erg chill. Hoe simpel en mooi dit paletje is. Ik vind het helemaal Julia haar stijl. Een spiegel zit erin. Dus ook chill om mee te nemen op vakantie bijvoorbeeld. Ze heeft dus ook de naam zelf bedacht. Deze heet Shine. Sugar hebben we hier. Spike, naam van haar hond. En Shade. Als het bij bronzer aankomt, heb ik een aantal favoriete kwasten. En meestal gebruik ik ze ook echt allemaal. Ik vind het heel erg fijn om zo'n soort schuin afgesneden kwastje te gebruiken. Om het echt goed aan te zetten. Dat gebruik ik meestal daarvoor. Maar dit is wel echt mijn nummer 1 favoriete bronzing kwast. Deze is van NYX. En het heet 90 of 06. Geen idee. Maar dit is hoe die eruit ziet. Ik gebruik hem heel erg vaak vanaf het moment dat ik hem heb. En dan heb ik zo'n soort fluffy kwast. Dit is eigenlijk voor blush bedoeld. Maar dat vind ik fijn als ik het wat meer wil uitblenden. Of als ik het wat zachter wil aanzetten. En dan gebruik ik zo'n soort kwastje voor mijn blush. Precies hier. Hij is rond en fluffy. Vind ik ook heel erg chill. Alright, ik ga in de shade Spike. Ik wilde het eigenlijk bewaren voor een close-up video, maar ik kon echt niet wachten. Ik ben gewoon zo benieuwd. Oké, hij is echt enorm gepigmenteerd. Zoals je ziet. Maar ik heb hem wel goed uit kunnen blenden al. Ik was eventjes bang voor vlekken. Je hebt echt heel weinig product nodig. Ik ben echt gewend om mijn kwast helemaal te doorweken, wou ik zeggen. Maar om heel erg te bedekken met product, dat is bij dit palet absoluut niet nodig. Ik breng het ook even op mijn onderkin. En dit is het moment dat ik zo'n kwastje dus heel handig vind. Ik ga even nog een klein beetje in het product. En dan ga ik het wat meer blenden en wat meer verspreiden over de rest van mijn gezicht ook. Zodat ik over het algemeen wel iets bruiner word. Ik heb het gevoel dat ik één soort vlek hier heb. Ik weet niet of het door het licht komt. Die ik er niet helemaal mooi uit krijg. Hier, ik denk dat ik bij de eerste keer veel te veel product had gepakt. Oh, sorry. Je ziet echt niks door de spiegel voor mij. Oké, dat was dat. En dan ga ik in de blush. En die heet Sugar. Oh mijn god, er komt gewoon zoveel kleur van. Oh, ik moet echt minder product gebruiken. En dan ga ik het allemaal blenden met een grote poederkwast. En this is my look. Ik kom zo meteen terug, want ik heb ook nog nieuwe mascara's. En die wil ik ook graag laten zien. Maar ik ga eerst even mijn oogschaduw doen.
Oké, ik heb even wat oogschaduw opgedaan. Maar het is nu tijd voor mascara. En ik heb dus ook nieuwe producten gekregen van Bobbi Brown. Die ik graag aan jullie wilde laten zien. Deze heb ik dus van Bobbi Brown gekregen. Ik heb als eerste een make-up remover. Deze heb ik al wel eens gehad. En ik vond hem heel chill voor waterproof make-up. Dan heb ik een smoky eye mascara. En deze heb ik ook al eens gebruikt. En deze vond ik dus echt mega, mega chill. Dit is hoe die eruit ziet. En dit is het borsteltje. Zoals jullie weten, ik hou heel erg van hele simpele, normale mascara borstels. Dus dit is echt ideaal. En dan heb ik ook nog de No Smudge Waterproof Mascara. Ook deze heb ik al eens gebruikt. Ook deze vond ik heel fijn. Ik ben eigenlijk geen fan van waterproof. Maar heel af en toe vind ik het dus best wel chill. De verpakking is ook weer super mooi. Ik gebruik het echt heel erg af en toe. Voornamelijk op mijn onderwimpers gebruik ik waterproof mascara. Omdat ik heel vaak traanogen heb. Maar ik ga nu deze aan de rechterkant aanbrengen. En deze aan de linkerkant aanbrengen. Zodat jullie van beide mascara's kunnen zien wat het effect is. En hoe het eruit ziet. Alright. Dit is hoe mijn wimpers er nu uitzien. Ik heb dus... deze mascara, dit is de Smoky Eye mascara aan de rechterkant gebruikt. En de waterproof, de No Smudge mascara heb ik aan de linkerkant gebruikt. En ik moet zeggen, ik zie niet heel erg veel verschil. Maar het is ook niet echt een wedstrijdje wat ik nu aan het doen ben. Ik wil echt verschillende effecten van de mascara zien. Ik heb hier een persberichtje en ik dacht misschien is het leuk als ik wat beloftes van deze mascara voorlees. Sterk gepigmenteerd, dat is trouwens echt waar. Deze is echt super, super, super zwart. Dat merk je direct bij eerste aanraking van je wimper. Resultaat, een intense oogopslag. De langhoudende formule is bovendien bestand tegen zweet en vocht. Partyproof dus, klont het niet en loopt niet uit. Het klontert inderdaad niet, beide niet. Zorg voor meer volume. En over de waterproof mascara zeggen ze... ideaal voor vrouwen die een waterproof langhoudende mascara willen... die niet klontert of uitloopt. En deze mascara kun je ook dus heel erg goed opbouwen. Dat merkte ik zo straks ook al. Ik hou ervan om meerdere lagen... aan te brengen. En bij deze was het al iets lastiger dan bij deze. Omdat die andere net iets sneller opdroog. En met deze kon ik net wat makkelijker meerdere lagen opbouwen. Dus in ieder geval, dat is het resultaat van de mascara's. En de paletjes die ik heb gebruikt. Dat was deze. En deze. Dit zijn nu echt mijn favoriete paletjes. Jaclyn Hill palette. Als het goed is staat de video al online waarin ik deze aan het testen ben. En deze is ook zo fijn jongens. En echt een plaatje om naar te kijken. Oh ja, dan ga ik ook nog de highlighter aanbrengen. En ik dacht ik doe het even met dit paletje ook. Ik gebruik tegenwoordig dit kwastje. Deze is van Morphe. De N36. Die gebruik ik tegenwoordig voor... highlighter, mijn mascara of mijn camera valt zo meteen uit. Dan weten jullie dat als ik ineens verdwijn. Oeh. Kun je het zien? Het shined. Het shined! Oh yes. Oh yes. Oké, dan breng ik dat ook aan in mijn ooghoeken. Al mijn kwasten zijn goor. Ik moet echt mijn kwasten gaan wassen. Ja, dat is wel een leuk klusje voor morgen als ik brak ben. Oh, ga ik mijn kwasten echt morgen wassen? Gadver, daar heb ik zo geen zin in. Het moet wel gebeuren. Oh, de highlighter is echt heel erg mooi. Doet me denken aan Champagne Pop qua kleur en zo. Ik ga jullie zo meteen mijn hele look en zo laten zien. Maar mijn camera valt zo uit, dus ik moet hem even sparen. En dit is mijn uiteindelijke look. Ik heb gewoon wat kettingen, een gouden horloge, zwart topje van Come Get Fashion. De triempje die heb ik ooit bij Shein of zo gekocht, geen idee. En dan heb ik dit rokje aan, super cute. En dan doe ik nog deze schoenen aan. En dan is dat mijn lookje. Wij zijn voor de superburgerlijke zondagmiddagwandeling naar een bos gekomen. Ik heb mijn haren in de krul, volle make-up. Maar we hebben net ook even wat foto's gemaakt voor Instagram in de stad. En nu zijn we lekker aan het wandelen. Het is echt super lekker weer. En de komende week is het alleen maar regen. Dus het is echt super chill getimed.
Oké, inmiddels zijn we terug thuis. Het is avond. Ik heb mijn ringlamp. Oh mijn god, het is zo'n goede aankoop geweest trouwens. Het is nog wel even puzzelen af en toe. Anyways, wij zijn na de wandeling zijn we even bij mijn ouders geweest en zo. Gechilled. En nu zijn we thuis. En ik bedacht me ineens dat ik een pakketje binnen heb van mijn bestelling van H&M. Ik heb hem nog steeds niet open. Dus ik dacht, ik doe het even op camera. Wilde ik sowieso even op camera doen. En nu heb ik er ineens zin in om het open te maken. Ik heb heel veel BH's besteld. Want kunnen we het heel even hebben over BH's. Dat is echt iets. Daar heb ik haat-liefde verhouding mee. Ik zie mezelf niet zonder een BH door het leven gaan. Ik weet dat heel veel dames geen BH dragen. Maar ik vind dat persoonlijk niet zo heel erg chill zonder BH. Maar ik weet niet wat het is. Maar de laatste tijd is het aan het einde van de dag. En ik denk alleen maar, oh, ik wil die BH uitdoen. ineens voel ik het weer. Het zit gewoon niet meer lekker. En ik weet niet wat het is. Het zit gewoon allemaal niet chill. Plus mijn BH's zijn ook echt een stukje te groot geworden voor mij. Dus ik moest eigenlijk sowieso nieuwe BH's kopen. Maar ik merkte ineens, ik heb zeg maar zo'n soort bralette BH al in de kast. Maar wel met een padding. Want dat vind ik wel chill. Dat er wel iets van stofje overheen zit. Voor als je het koud krijgt. En dat vind ik heel erg chill. En die BH draag ik ook het liefst. Natuurlijk moet dat af en toe in de was. Dus dan is dat heel erg vervelend. Ja, ik weet niet. Ik vind dat soort BH's gewoon heel erg chill. En die komt van H&M. Trouwens, al mijn BH's komen van H&M. Ze zijn goed betaalbaar. En zitten ook gewoon chill. Normaal gesproken. Nu dus niet meer. Maar misschien zijn ze gewoon oud en volwassen. En dan is het gewoon sowieso tijd voor nieuwe. Ik heb wel begrepen dat als je grotere boezem hebt, dat H&M niet zo heel erg chill is. Maar voor kleine boezems of kleinere is het best wel chill. En dus ook goed betaalbaar, zoals ik al zei. Oké, ik ga even de doos openmaken. Een doos vol BH's. Ik heb best wel veel besteld. Ook dezelfde soort in meerdere maten en meerdere kleuren. Zodat ik het echt helemaal chill kan bekijken. Ik ga het uiteraard niet passen in deze video. Ik wilde er gewoon even over hebben. En kijk, dit is dus wat ik bedoel met zo'n soort bralette. Maar dan wel met een padding. Dat zie je dus. Er zit dus echt iets in. Het is geen push-up. Dat is trouwens wel een soort BH wat ik altijd droeg, push-up. En zoals ik al zei, aan het einde van de dag, soms gewoon ergens tussen de middag al, heb ik al zo'n gevoel van, oh mijn god, het moet echt uit. En ik heb dus begrepen dat als je dat gevoel hebt, want ik zie ook heel vaak memes over, oh my god, BH uittrekken aan het einde van de dag is echt chillste ooit. Maar dat kan dus echt een teken zijn dat je verkeerde BH's draagt, of te groot of te klein, of verkeerde formaat, of gewoon verkeerde vorm voor jouw boezem. Dus mocht jij dat elke dag hebben, dan zou ik je echt wel adviseren om andere soort BH's te kopen en te dragen. Want normaal gesproken, toen de BH's die ik nu heb mij goed zaten, had ik dat gevoel niet. Ze zaten altijd goed en had ik niet het gevoel dat ik het aan het einde van de dag heel graag uit wilde trekken. Maar goed, dit is dus de eerste. Super cute! Met een soort kanten. Wat is het? Een bloemetjesprint. Oh, dat had ik nog niet eens gezien. Echt heel erg mooi. Ik ben benieuwd hoe dit gaat zitten. Ik heb het in de maat 36. Dus dat is de eerste. En die heb ik dus ook in andere kleuren. Deze ook in het zwart. Maar echt super mooi. Echt, hoe mooi ziet dit eruit? Ik hoop echt dat het goed zit. Kom volgende week weer terug bij mijn weekvlogs. Want dan heb ik al de BH's goed gepast en gedragen. En dan zal ik jullie sowieso volgende weekvlog er wat meer over vertellen. Dan heb ik ook nog zo'n soort BH gekocht. En ik moet zeggen, zo'n soort BH heb ik echt nog nooit gehad. Dit lijkt trouwens wel op een kleine push-up. Nou ja. We shall see. We shall see. Ik ben benieuwd hoe dit gaat zitten. Deze heb ik in XS. Oh ja, deze was er niet meer in S. En ik heb deze ook nog in het zwart in S. Zodat ik kon kijken of XS of S beter zat. Oh ja, wacht. Nu zag ik het net op dat kaartje. Het is push-up seamless BH. Dus ik dacht, misschien is dat ook anders. Deze is dus hetzelfde als
die bruine die ik net liet zien, maar dan in maat S. En die andere is dus in XS. En ik ga dus even kijken welke beter zit. Deze is mooi. Wauw, dit is sowieso mijn favoriete kleur ooit. Dit is echt outros, vind ik zo mooi. Maar dit is dus ook precies hetzelfde welke ik in het wit heb en in het zwart. Oké, ik heb wel echt veel BH's. Ik ben nog steeds niet klaar. Ik heb ook dit BH'tje gekocht. En dit heb ik echt nog nooit eerder gedragen. Ik ben benieuwd hoe dit gaat zitten. Er zit ook een kleine padding in. Maar dit lijkt meer op een soort shirtjes. Shirtjes? Ja, het is wel echt zo'n shirtstof of zo. Ik weet niet of je begrijpt wat ik bedoel. Maar hij heeft dus ook geen sluiting. Je trekt hem ook echt aan als een soort shirt. Dus dit... Tenminste, dat denk ik. Daar ga ik vanuit. Ik denk dat dit echt mega lekker gaat zitten. Het lijkt een beetje op een bikini topje. Maar dat is het niet. Het is echt een seamless BH ook. En dan heb ik een aantal kleding items. Ik heb als eerste zo'n colletje in het zwart. Ik vind dat dus echt mega chill. Deze heb ik in XS. Want hier was geen S meer van. En ik dacht, nou ja, even proberen. Misschien zit het wel gewoon goed. En ik heb precies hetzelfde colletje. Maar dan in deze kleur. Ja, zoals je ziet, ik hou echt van deze kleur. Ik draag nu ook heel graag topjes in deze kleur. Ik weet niet. Ik vind het gewoon mega chill. En gewoon zo basic. Het past overal bij. Dat miste ik wel. En ik zag iets bij de sale. En dat is dus dit blouseje. Het was nu €9,95 of zo. Ik hou echt van een zebra printje. Ik vond deze heel erg schattig. Cute. Cute, cute, cute. En nu ga ik dus mijn make-upje afhalen. Trouwens, dit is hoe mijn haar eruit ziet. Je ziet het al de hele tijd. Maar het is echt helemaal uitgeweid. Het weide zo hard. Dat was niet normaal vandaag. Ik dacht al het werk voor mijn haar. Maar we hebben wel hele leuke foto's gemaakt. Dus ik ben uiteindelijk wel blij. Op foto's lijkt zeg maar krullend haar echt beter. En ik heb natuurlijk voor mijzelf super stijl haar. Dus ja, ik ben het gewoon heel erg gewend van mezelf. Maar nu vind ik dit ook wel cute. Anyways jongens, ik ga lekker mijn make-up eraf halen. Het is nu 10 over 10, dus ik ga mijn make-up eraf halen. Ik ga lekker naar bed. En dan voor nu wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken jongens. En hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!